Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. We gaan vandaag een biertje reviewen van Grols, van de Grols Proefbrouwerij. Ik krijg met enige regelmaat bieren toegezonden van Grols, van de Grols Proefbrouwerij. En dit is er eentje van. Het gaat hier om het Grols Blond. Het is een 6,7% bier. En de ingrediënten zijn water, mout, hop en speciale Belgische abdijgist. Dit samenspel van ingrediënten geeft het bier een licht en bloemige geur en een subtiele bittere smaak. Met een alcoholpercentage van 6,7% is dit een toegankelijk bier met een bittere smaak en maakt dat de Grols Blond bij elke slok smaakt. Dit bier wordt gereleased in geselecteerde kroegen in Nederland. In beperkte oplagen. En ik ben een van de mensen die ook een flesje thuis gestuurd krijgt. En ik review ook altijd de biertjes van Grols. We zullen even het kaartje ervan afhalen. Hij staat dus al enige tijd. Dus ik ben heel benieuwd wat hij doet. Het mooie, welbekende Grols dopje van de Grols Proefbrouwerij. Leuk. Deze gaan we uiteraard drinken uit het glas wat erbij hoort, die we ook van de brouwerij gekregen hebben. We gaan hem even in het glas schenken. Nou, een hele mooie, licht troebele kleur. Gelig, mooie witte schuimkraag, vrij klein, hij heeft er mooi op staan. We gaan hem even ruiken. Ja, mooi bloemig, citrus, vrij licht allemaal. Ja, ruikt goed. We gaan hem even proeven. Proost. Zo. Lekker hoor. Ja. Inderdaad. Citrus en mooi bloemig komen ook in de smaak goed terug. En echt heerlijk doordrinkbaar. Mooi koolzuurtje ook erin. Deze krijgt op Untappd een 3,7 gemiddeld. Heeft niet heel veel stemmen gehad. Omdat het natuurlijk een vrij een relatief moeilijk aan te komen biertje is. Wat je natuurlijk niet veel op, bijna niet, gewoon eigenlijk niet op flessen het gaat tegenkomen. Alleen in een kroeg. En maar hij is, ik vind hem heel erg leuk. Ja. Hij is echt niet ingewikkeld. Het is echt gewoon straightforward. Mooi blond bier. Citrus, hele mooie bloemige tonen die er ook in voorkomen. Mooi bittertje ook. Maar het is allemaal vrij subtiel. Maar echt lekker doordrinkbaar blond bier. Ik moet dit biertje uiteraard ook een cijfer geven. En ik ga deze een 3,5 geven. Ja, lekker. Erg lekker. Nou, Mark Jansen uiteraard weer bedankt voor deze mooie creatie. Ik heb nog 2 bieren van jullie staan, geloof ik. En die komen er ook zeer binnenkort aan. Ik loop echt gigantisch achter met alle bieren die nog gereviewd moeten worden. En
Dus die gaan er allemaal binnenkort, komen er echt een heleboel aan. Van verschillende brouwerijen waar ik bier van gehad heb. Onder andere dus ook Grols. Ik zal onderaan de video nog even een linkje plaatsen van de Grols brouwerij. En de Grols proefbrouwerij. En dan kan je het een en ander nalezen wat ze zoal doen. Ik ben ook heel erg benieuwd wat Grols in 2019 gaat uitbrengen. Ze gaan wel door met de Grols proefbrouwerij, heb ik begrepen. Dus er komen weer wat mooie releases aan dit jaar. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Grols, hartstikke bedankt weer voor dit mooie bier. En ik ga deze nog even lekker opdrinken. En ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers.